Afgelopen zaterdag 30 november waren de Red Bull BMX races voor het eerst in Nijmegen. Het evenement was helemaal uitverkocht en de livestream werd tienduizenden keren bekeken. Het parcours is het meest extreme parcours ooit gebouwd. 16 van de beste BMX-atleten van over de hele wereld kwamen naar Nijmegen om te strijden tegen elkaar. De twee samengestelde teams waren het team Drew Bessenson en het team Daniel Wedemeyer. De winnaar van de Red Bull Uncontained is team Drew Bessenson.